Welkom bij deze meditatie. Vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over de oproep tot bekering naar aanleiding van Zacharia 1, vers 1 tot en met 6. Ik wil dat gedeelte eerst met jullie gaan lezen. Zacharia 1, vers 1 tot en met 6. In de achtste maand, in het tweede jaar van Darius, kwam het woord van de Heere tot Zacharia, de zoon van Berechia, de zoon van Iddo, de profeet. De Heere is zeer toornig geweest op uw vaderen. Daarom zeg tegen hen, zo zegt de Heere van de legermachten. Keer terug naar mij, spreek de Heere van de legermachten. Dan zal ik naar u terugkeren, zegt de Heere van de legermachten. Wees niet als uw vaderen, tot wie de vroegere profeten gepredikt hebben. Zo zegt de Heere van de legermachten, bekeer u toch van uw slechte wegen en van uw slechte daden. Maar zij luisterden niet en sloegen geen acht op mij, spreekt de Heere. Uw vaderen, waar zijn zij? En de profeten, leven zij voor eeuwig? Maar mijn woorden en mijn verordeningen, die ik mijn dienaren de profeten geboden had, hebben die uw vaderen niet getroffen, zodat zij zich bekeerden? Zij zeiden, zoals de Heere van de legermachten zich voorgenomen had met ons te doen, overeenkomstig onze wegen en onze daden, zo heeft hij met ons gedaan. Tot zover de schriftlezing. De profeet Zacharia is actief in de periode kort na de Babylonische ballingschap. De eerste Joden zijn inmiddels teruggekeerd naar Israël, maar ze hebben het daar niet makkelijk en het land ligt nog in puin. De tempel en de stadsmuur van Jeruzalem zijn nog niet herbouwd. Maar het was wel duidelijk dat er een nieuwe tijd aanbrak. Behalve de profeet Zacharia waren ook Ezra en de profeet Haggai actief. Er was ook wel een duidelijke verandering nodig. Het volk was niet voor niets weggevoerd in ballingschap een paar generaties eerder. Eeuw in, eeuw uit had het volk niet geluisterd naar Gods woord. De ene na de andere profeet was opgestaan, maar ze keerden zich keer op keer van de Heere af. Soms ging het even beter. Dan diende het volk de Heere en leefden ze een tijdje in vrede. Maar na een tijdje ging het dan weer de verkeerde kant op. De ene na de andere slechte koning kwam en sleepte het volk mee in de goddeloosheid. Dat ging zo door, totdat het onvermijdelijke gebeurde, zoals de Heere al had voorzegd in Deuteronomium 4, vers 25 tot en met 27, waar we lezen: als u kinderen en kleinkinderen verwekt zult hebben en het land oud geworden zult zijn en verderfelijk zult handelen, als u een beeld zult maken, de afbeelding van enig ding, en doen wat slecht is in de ogen van de Heere uw God om hem tot toorn te verwekken, dan roep ik heden de hemel en de aarde tot getuige tegen u, dat u zeker al snel zult verdwijnen uit het land waarvoor u de Jordaan oversteekt om het in bezit te nemen. U zult uw dagen daarin niet verlengen, maar zeker weggevaagd worden. De Heere zal u dan overal verspreiden onder de volken. U zult met slechts weinig mensen overblijven onder de heidenen naar wie de Heere u voeren zal. En zo gebeurde. Het volk werd weggevoerd uit het beloofde land, eerst het tienstammenrijk en later ook het tweestammenrijk. Als het volk wil dat het weer goed komt, dan zullen ze in elk geval geen voorbeeld moeten nemen aan de vorige generaties die zich van de Heere afkeerden. Er is een radicale ommekeer nodig. De enige manier om weer in vrede te kunnen leven in het beloofde land is als het volk zich bekeert en de Heere weer gaat dienen.
Ook dat heeft de Heere al beloofd toen het volk nog onderweg was in de woestijn van Egypte naar het beloofde land. Als het volk zou zijn weggevoerd en zich vervolgens zou bekeren, dan zou de Heere hen ook weer terug laten keren naar het beloofde land. De Heere kwam ook deze belofte na. In de jaren direct nadat Zacharia deze woorden sprak, werd de tempel in Jeruzalem herbouwd, zo lezen we in het boek Esra. Deze nieuwe tempel heeft er vervolgens bijna 600 jaar gestaan, een stuk langer dan de eerste tempel, de tempel van Salomo. Deze tempel was ook degene waarin Jezus heeft rondgewandeld. Pas in het jaar 70 werd deze opnieuw verwoest. Na de herbouw van de tempel werd ook de stadsmuur herbouwd onder leiding van Nehemia. Zoals het met Gods volk ging, werkt het in zekere zin ook in ons persoonlijk leven. Als wij bij de Heere vandaan raken, dan zal Hij zich uit ons leven terugtrekken. Dat kan er beetje bij beetje insluipen. Je slaat de zondagse kerkdienst een keertje over, en nog een keer, en voor je het weet ga je vaker niet dan wel naar de kerk, totdat er een moment komt waarop je helemaal niet meer gaat. En hoe vaak lees je uit Gods woord? Dat moet je eigenlijk dagelijks doen. Het is de manier waarop de Heere tot ons spreekt. Wij hebben het nodig om regelmatig gevoed te worden. Maar hoe makkelijk blijft de Bijbel bij ons dicht als we het een keer druk hebben? Het kan er dan maar zo insluipen dat je na een tijdje helemaal niet meer uit de Bijbel leest. En hoe vaak bidden wij? Het is voor ons noodzakelijk dat wij dagelijks echt met de Heere spreken. Even Heere zegen deze spezen amen roepen voordat je gaat eten is niet genoeg. Het is van belang dat je dag in, dag uit echt de tijd neemt om met de Heere te delen wat je bezighoudt en waar je je zorgen over maakt. Als de godsdienst beetje bij beetje weg ebt uit je leven, dan zal ook de merkbare aanwezigheid van de Heere beetje bij beetje uit je leven weg ebben. De enige manier om hier verandering in te brengen is je radicaal te bekeren. Hiervoor is het nodig dat je weer structureel veel tijd met de Heere gaat doorbrengen. Dat het dienen van Hem weer een prominente plaats krijgt in je leven. Dat kan dan betekenen dat je andere dingen uit je leven weg moet doen. Als de Heere niet op de eerste plaats staat in je leven, dan zul je daar iets aan moeten doen. Niets mag belangrijker voor je zijn dan de Heere. Niets is het waard om je behoud voor te riskeren. Lees uit de Bijbel, elke dag. Laat je weer voeden bij bijeenkomsten, zoals de kerkdienst. Bid er maar voor of de Heere je weer naar zich toe wil trekken. Zoals het volk Israël mocht terugkeren naar de Heere, zo mogen wij dat ook doen. Als wij ons weer tot Hem gaan richten, dan zijn we altijd welkom. Daar hoeven we niet aan te twijfelen. Ook met de samenleving kan het geleidelijk aan de verkeerde kant op gaan. Niet alleen met het volk Israël, maar met elk volk. Ook met ons eigen land. Nog helemaal niet zo lang geleden was Nederland een land waar de Heere werd gediend. Begin vorige eeuw waren er in ons land nog nauwelijks ongelovigen, maar daarna is er geleidelijk ingeslopen. Inmiddels identificeert minder dan de helft van de Nederlanders zich nog als christelijk en ook steeds meer mensen die zich christelijk noemen, laten daar weinig van zien in hun levenswandel. Het kerkbezoek blijft dalen en op allerlei vlakken is het verval van de samenleving duidelijk merkbaar. De zondagsrust wordt niet meer in acht genomen, ook door steeds minder christenen. Het land wordt van tijd tot tijd volgehangen met de vlag van Sodom, zelfs sommige kerken hangen die op hun gebouw.
Ongeboren kinderen worden aan de lopende band vermoord in abortusklinieken. Als een volk zich van de Heere afkeert, dan zal de Heere zich ook uit het midden van dat volk terugtrekken. Dan gaat het bergafwaarts met een land. Dat zien we om ons heen gebeuren. De problemen stapelen zich op en de zorg voor elkaar wordt steeds minder. Mensen kijken niet meer naar elkaar om. De samenleving wordt steeds onherbergzamer, ondanks alle moderne middelen en luxe die we hebben. Ook voor de samenleving is er maar één weg terug. De enige manier om ervoor te zorgen dat het weer goed gaat met de samenleving is als wij met zijn allen de Heere weer gaan dienen. Dan denk je misschien dat je er alleen maar invloed op hebt of je eigen levenswandel naar Gods wil is en dat het buiten je invloedssfeer is wat de mensen om je heen doen. Maar dat is niet waar. Je kunt anderen niet dwingen om de Heere te dienen, maar je kunt ze wel aanmoedigen. Wat straal jij uit van het geloof? Is het alleen maar somberheid en wek je de indruk dat christenen vooral van alles moeten? Of laat je zien hoe groot onze God is en wat een voorrecht het is om hem te mogen dienen? Vertel je aan de mensen die de Heere niet kennen in je omgeving over hem? Bekering van de samenleving, daar zijn we allemaal voor verantwoordelijk. Ook jullie en ik. Wij kunnen dat allemaal niet alleen. Maar wij kunnen en moeten daar wel allemaal ons best voor doen. Als wij als christenen dat al niet doen, wie dan wel? In een land waar steeds minder mensen de Heere kennen, is onze verantwoordelijkheid hierin groter dan ooit. Wat ga jij vandaag bijdragen om Nederland terug te laten keren naar de Heere? Tot zover deze meditatie. De Heere zegene jullie.